Ik ben Emmanuel de Reuze, 47 jaar, afkomstig uit Roeselaren, samenwonend met mijn echtgenote en vader van 6 kinderen. Op 18 juni heb ik hier de eed afgelegd als Vlaams volksvertegenwoordiger en zie de volgende 5 jaar vol vertrouwen tegemoet. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ja, mijn vrouw zegt het ook altijd, ik adem politiek. Omdat het Vlaams Belang natuurlijk het partijprogramma heeft die het dichtst van al bij mijn denkwereld aanleunt. Dat is natuurlijk de belangrijkste reden. En het Vlaamse zinde is daar één van. En dat is ook iets dat ik van thuis uit meegekregen heb. We zijn thuis nooit in een bepaalde richting geduwd geweest. Maar het is inderdaad ook geen geheim dat mijn vader hier voor mij Vlaams parlementslid was, ook voor het Vlaams Blok, Vlaams Belang. Later, dat heeft natuurlijk ook wel onbewust waarschijnlijk meegespeeld. Maar goed, ik heb 2 broers die het helemaal niet zijn, dus wat wil zeggen, er was toch wel een grote keuzevrijheid bij ons thuis. En politiek is ook meer dan aan de zijlijn te staan roepen. Ik vind dat als je aan politiek wilt doen, als je mening wilt uiten, dan moet je ook mee in het spel gaan, moet je ook met de voeten in het water gaan staan. En daarom, dat is nu al een hele tijd, doe ik aan politiek, kom ik op met de verkiezingen, zowel gemeentelijk als provinciaal. Ben ik al verkozen geweest ook. En nu, dat engagement zet zich verder. En zo zit ik hier vandaag in het Vlaams parlement als Vlaams volksvertegenwoordiger. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ja, dat was inderdaad een zeer plezante avond deze keer toch. Ben in de late namiddag nog naar het hotelbureau geweest. Een keer goeiedag gaan zeggen bij de getuigen. Daarna naar huis, snelle stevige hap gegeten en dan zijn we inderdaad begonnen aan onze ronde. Zijnde eerst natuurlijk naar het lokaal in mijn thuisstad, waar ik al de militanten bedankt heb voor het vele werk dat ze verricht hebben van de campagne. Want we moeten spreken van een campagne die eigenlijk al van de gemeenteraadsverkiezingen begonnen is. Dus hen bedankt. Daarna ben ik doorgereden naar de lokale televisie, waar ik een debat had in verband met de verkiezingen, met de resultaten en wat het allemaal voor ons lag. Dan nog eens naar het provinciaal secretariaat. Daar waren ook heel wat militanten samengekomen. Ondertussen heel wat telefoontjes, sms'jes beantwoorden. Heel wat met felicitaties, wat dan natuurlijk altijd deugd doet. En als afsluiter terug naar de thuisstad, naar het lokaal waar alles begon voor mij, De Gezellen, waar we dan nog met de militanten inderdaad tot de late uurtjes feest gevierd hebben. Bent u tevreden met het resultaat? We zijn zeker tevreden. Onze partij heeft het heel goed gedaan, zowel landelijk, provinciaal als in mijn stad. En wat mijn stad inderdaad betreft, daar ben ik wel bijzonder fier op. We hebben het beste resultaat van de provincie van West-Vlaanderen. Plus, we zijn ook de grootste partij geworden in onze stad, de sterkste politieke kracht. Met de gemeenteraadsverkiezingen hadden we inderdaad al een mooie sprong voorwaarts gemaakt. Daar hadden we ons zetelaantal verdubbeld, maar we voelden dat er meer in zat. We voelden dat op de markt, we voelden dat de mensen die ons aanspraken, ons programma slaat aan. De problemen zijn niet verdwenen, de mensen willen duidelijke keuzes en daarom hebben wij inderdaad de wind weer in de zeilen en hebben we inderdaad zo'n mooi resultaat neergezet. Ik moet eerlijk zijn, zoveel hadden we natuurlijk niet verwacht. We hadden een mooie sprong voorwaarts verwacht. We gingen al uit van een consolidatie plus iets meer van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen, maar dit overtrof toch wel de stoutste verwachtingen. Ja. We benoemen de problematiek ook als ze niet leuk is om te horen. En ik denk dat dat belangrijk is. De mensen waarderen dat. Dat je gewoon de waarheid zegt. En ik denk ook dat dat een taak is van de politici om de zaken onverbloemd te zeggen. Dat is 1. 2. De problemen die wij reeds lang aankaarten, zijn natuurlijk nog niet verdwenen. Hè. Er is een dipje geweest voor onze partij, omdat er andere partijen dachten van we zullen het op een andere manier aankaarten, we zullen proberen op te lossen. Maar dat is niet gebeurd, dus dan gaat de kiezer terug naar het origineel. En dat is het Vlaams Belang. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, ik kijk er natuurlijk vol spanning naar uit. Hè. Het is geen geheim, maar het is natuurlijk ook nog vreemd. Hè. Wat zal het brengen? De commissies moeten nog toegewezen worden. Vanuit mijn ervaring, politiek, lokaal, is vooral welzijn, cultuur, toerisme, zaken die mijn voorkeur wegdragen. Op welzijn zijn er heel wat uitdagingen natuurlijk. Hè. We hebben de wachtlijsten om een open deur in te trappen. Ik denk inderdaad dat we daar moeten zorgen dat er heel wat meer budget naar welzijn kan, zodanig dat we
Want welzijn gaat toch tenslotte, het woord zegt zelf, over het welzijn van onze mensen. Dat we door meer budget dat we wachtlijsten kunnen wegwerken, maar dat we ook de nieuwe noden kunnen detecteren en daarmee aan de slag gaan, zodanig dat inderdaad de mensen daar beter van worden. Ja. En ik hoop sowieso, in welke commissie ik ook zit, dat mijn ervaring, ik ben ondertussen bijna 20 jaar mandataris voor onze partij in verschillende gremia, dat ik die ervaring hier kan gebruiken om een opbouwend kritisch werk te doen, zodanig dat onze maatschappij de goede richting uitgaat en dat de zaken voor de mensen beter worden. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee. Ik heb mijn vorige job, die ik trouwens ook heel graag deed, opgegeven. En ik ga me volledig werpen voor mijn mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger, het mandaat die de kiezer mij gegeven heeft. Ik denk dat het ook belangrijk is dat de kiezer weet dat we 100% gaan voor dit mandaat. Sommige jobs kunnen dat. Hè. Er zijn inderdaad wel wat vrije beroepen, maar die mensen zetten dan ook sowieso een andere job op een laag pitje. Hè, of hebben medewerkers die wat doen. Dat hangt af van job tot job. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ik denk dat dat eerder gering zal zijn. Het is zo, ik ben al zo lang bezig met politiek. Ik heb het al, ben OCM-raadslid, provincieraadslid, ben fractieleider in mijn thuisstad. Avondvergaderingen, vooravondvergaderingen, namiddagvergaderingen, die zijn er al altijd bij. Hè. Los van het gewone werk op de vloer die je dan nog doet. Ik denk dat de enige verschuiving zal zijn dat ik wel wat meer politiek werk zal kunnen doen tijdens de dag. Wat ik vroeger in de schaarse uurtjes s'avonds thuis deed aan de tafel, dat ik dat, misschien zal het een positief verhaal worden voor mijn gezin en zullen ze mij toch s'avonds misschien wel iets meer zien. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? De kiezer mag mij afrekenen op mijn inzet. Ik denk dat het heel belangrijk is. De kiezer heeft voor mij gekozen omdat ze geloven in mij en dat ze zeggen inderdaad, kijk, Immanuel zal zich inzetten voor onze belangen en voor het partijprogramma uit te dragen. We kennen hem, we weten wat we eraan hebben. Inzet is iets heel belangrijk en ik denk dat dat hetgeen is waarop de kiezer mij mag afrekenen.